John, wat maak jij van deze middag? Nou ja, dat was natuurlijk zwaar slecht. Ik kan niet eens zeggen teleurstellend, het was gewoon slecht. Op alle fronten waren we de mindere. Fysiek, aan de bal, Feyenoord was intensiteit veel hoger. Vanaf eigenlijk minuut 1 en we zijn niet in de wedstrijd geweest. En dat is een klap die we met z'n allen moeten verwerken. Is dit, ik hoop niet dat je me een draai om oren geeft, maar is dit een beetje de afspiegeling tussen het kwaliteitsverschil tussen Feyenoord en Ajax? Of overdrijf ik nu? Nou ja, goed. Vandaag zie je gewoon dat we op alle fronten worden afgetroefd. Hè? Qua fysiek, qua snelheid, in duels. Goed, we maken wel met 4 goals eigenlijk 4 persoonlijke fouten. Hè? Maar goed, dat is ook de druk en de pressie die Feyenoord geeft, waardoor we die fout hebben gemaakt. Maar we zijn geen moment in de wedstrijd geweest. Ja, je zegt de persoonlijke fouten. De 1-0 dacht ik Kaplan, de 2-0 Hato en toen Van der Bomen erin kwam ook nog een keer. Alle drie de keren in de opbouw gewoon balverlies. Het lijkt mij niet dat deze spelers een reden hebben om zichzelf te overschatten. Wat bedoel je? Nou, om zo makkelijk de bal kwijt te raken rond je eigen 16. Nee, goed. Het is ook niet dat ze dat bewust doen, maar het gebeurt snap wel. Ik. Het gebeurt wel en dat komt door de druk, door niet klaar zijn, slecht beginnen. Hè, want we hebben de bal niet eens 3 keer in de ploeg gehouden. En het is een opstapeling van fouten. En je gaat met 3-0 de rust in. Dan probeer je nog te zeggen van kom op, de tweede helft begin je eigenlijk weer opnieuw. Je moet even resetten en dan staan we binnen de kortste keren heb je er weer 3 achter je oren. Hebben ze wel aangepakt vanwege dat verschrikkelijke opbouwen? Natuurlijk. Ik bedoel, in de rust hebben we er zeker over gesproken. En dat ze ook moeten gaan voetballen, durven. Als dat eenmaal in de ploeg, je zag het ook. Dit was gewoon mannen tegen jongens vandaag. Of tegen pupillen. Ja, medelij bestaat niet in de top. Maar toch, Guy in de rust eruit. Omdat hij speelde eigenlijk rechtsback. Hè? De eerste helft speelden jullie met Hato als linksback en rechtsback. Is dat omdat hij gewoon geen goede rechtsback is? Of, zeg het maar. Nee, we moesten gewoon met anders. We stonden 3-0 achter. Akpom erin. Van de Bomen erin. Dus dan moet je het omzetten. En dus hebben we het op die manier opgelost. Maar we hadden er nog een paar uit kunnen halen. Ja. Was dit beschamend? Nou, dat was meer dan beschamend. Allerlaatste. Maar nogmaals, dat is allemaal. Dat is niet de staf en spelers. Dankjewel. Graag gedaan.